Ook een trucje. Wij kennen natuurlijk allemaal wel de three card monte. Ja. Die kennen we. Ze zoekt de vrouw, zeg maar, ja, tussen de twee of de aas. Kaarten. Ja. En René, we gaan gewoon even voor geld, maar gelijk, we zijn er nu toch. René, jij mag twee knopjes. Er zitten knopjes op, namelijk een rode, een gele en een groene. Ja. Je mag twee knopjes indrukken. Mm-hmm. Jij krijgt van mij 10 euro. 10. 10 euro. Als het lampje gaat branden. Maar pas op, ik heb altijd de laatste. Dus het laatste lampje is altijd van mij. Ik zal de schakelaar even naartoe draaien. Jij mag helemaal zelf dus weten. Ik heb twee kansen en jij één. Ja, dat is idee. Dan komt het op neer. Je krijgt 10 euro als bij jou twee kansen het lampje gaat draaien. En laat je niet beïnvloeden door mij, maar je zit misschien wel onder de groene. Misschien. Dan laat je inderdaad niet door beïnvloeden. Dan ga ik voor groen. Rood. Jammer. Nog twee kansen. Welke? Misschien. Toch niet. Goochelaar Jokker wel eens, want hij zat namelijk onder het gele knopje. Zie je wel? Het gele knopje. Excuses. Weet je wat? Ik ben de broertje niet. 20 euro krijg jij van mij als jou het nu gaat lukken. We gewoon. Kan mij het schelen. 20 euro. Maar pas op, hij zit misschien wel onder het groene knopje. Maar je weet het niet. Ja, dat zei je net ook. Dus die pak ik lekker niet. Jammer. Oké. Zie? Hij zat dus dit keer echt onder het groene knopje. Hoe is het mogelijk, hè? Weet je wat, voor de laatste keer, René, ik ben echt de broertje niet. 40 euro. 40 euro als jij het weet te vinden. Maak het rond, maak dan 50, het is 1 biljet. Twee briefjes. Dat is wel oké, want jij wil 50 euro. 50 euro. 50 euro. Pas op. Als ik de knop vind, dan moet je dat branden. Zeker, zeker. En ik zal niet zeggen dat hij dit keer misschien wel onder de gele zit. Dat zeg ik er niet bij, maar doe je ding. 50 euro is toch lekker meegenomen, hè? Ja. Ja, nu zat jij, zit misschien onder de gele. Misschien. Ik heet ook gele, dus dat is ook wel een dingetje. Ja. Ja, dubbel. 50 euro. Jammer. Maar wacht. Nu ga ik even een stuk inbreken, hè. Want ik denk dat jij iets stiekems doet. Oké. Okay. Dat jij die lampje kunt sturen met iets, of iets aanraakt of wat. Even, het laatste knopje is van mij, maar druk, weet je wat, druk, de gele blijft over, druk jij die gele maar in. Dat ik niks geks doe. Hou op. Ja. Adzee. Oké. Okay. Ja, leuk. Dit is de Electronic Light Monte. Ja. En het is bijna zelfwerkend. Bijna. Want je moet alleen iets onthouden. Ja. En dat is minimaal. Dat iets is eigenlijk niks. Niks. Nee. Nee. Maar het is superleuk. En ja, je kan er leuke spelletjes mee spelen. Je hoeft het natuurlijk niet voor als gok dingetjes. Maar het is leuk. Ja. Het is leuk. En hij werkt op twee batterijtjes. En dan voor het idee, dat is ook het enige wat er werkt. Dat klinkt misschien raar, wat ik zeg. Nee. Er zit geen geheim. Het geheim is, er is geen geheim. Ja, klinkt vrij, maar ik bedoel, je hoeft dus niet met een afstandsbediening, niet knopjes in te drukken, magneetjes toestaan. Nee. Dit is wat er is. En als je doet wat wij gedaan hebben, werkt het. De toeschouwer mag in principe alles doen. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Deze is wel iets prijziger dan het vorige trucje, 124,95. Ja. 120 euro meer, ja. Ja, precies. Maar het is wel een super tof dingetje om te gebruiken. Heel erg toepasbaar als je rondloopt. Huppata, zo even een spelletje doen. Ja. Ja, ik vind het een tof dingetje. Niet te verwarren met het Magic Swatchboard trouwens. Dat is ook een heel tof ding. Klopt. Ook met lampjes. Ja, maar dan moet je heel veel onthouden. Hierbij hoef je niks te onthouden. Juist. Althans, bijna niks. Ja. Gemaakt in Duitsland door... De maker daar, die maakt eigenlijk allemaal alleen maar professionele, mooie spulletjes. Tof. Ja, Electronic Light Monte. Ziet er ook onschuldig uit. Ik kan het even goed laten zien. Ja, hartstikke leuk. 24. Super. 95.